Nou ja, we hebben dus naar de, naar een van de vinders genoemd, Daniel. Dus uh, Daantje, Daniel, hoe je hem noemen wil. Hij heeft inmiddels al een naam en een prachtig nieuw hok. Maar dat was afgelopen woensdagavond wel even anders. Mijn collega's die waren met de veegwagen op surveillance. En uh, op zoek naar vuilniszakken die verkeerd zijn aangeboden. En uh, toen troffen ze dit vogeltje aan in een uh, heel klein kootje. stond naast de ondergrondse container. Zakje voer ernaast. En uh, er waren al wat mensen die heel verontwaardigd er omheen stonden van uh, kijk nou wat daar staat en dat kan toch niet zomaar en die moet je arresteren die persoon, want hij stond gewoon aangeboden als vuil naast de container dus. Het werkpapegaai werd meegenomen naar het kantoor en al snel werd besloten dat stadswachter en dierenliefhebber Norma het dier tijdelijk zou adopteren. Ik doe eigenlijk mijn hele leven al dieren opvangen. Dus ja, ik was wel een beetje de aangewezen persoon om het vogeltje mee naar huis te nemen. Ik, had, ik heb altijd wel een kooi staan waar zo'n diertje dan ook in kan. Wie de papegaai bij de container heeft achtergelaten is niet bekend. De eigenaar mag zich nog melden. Maar of hij Daan ook meekrijgt? Nou ja, dan kan hij hem op komen, komen halen. Mits daar een heel goed verhaal aan vastzit. Maar als je hem daar echt zelf neer hebt gezet, dan is dat natuurlijk niet. Uh... De bedoeling dat hij hem nou nog even op kon halen, want dat valt toch wel onder dierenmishandeling, buiten de kou neerzetten.